gewoon, want ze hebben dan een wedstrijd en dan moeten ze alleen voor de auto in de ploeg. Goed, dan ging de reden erom bij de speler. We hebben de brief van de KNVB uitgevangen en daar staat boven. De KNVB staat stil bij het overlijden van de Glindrugger. En er wordt gevraagd een verklaring van de KNVB voor de lezen en eventjes stil te staan bij datgene wat vorige week is gepasseerd. De verklaring luidt als volgt. We zijn diep getroffen door een ernstige voorval met een fatale afloop. Dat recent aan een vrijwilliger van de voetbalbond tijdens het uitoefenen van precautie is aangebracht. We leven mee met het gezin van Richard Spenhuizen dat we plotseling uiteen is gerukt. We doen een scherp beroep op alle leden die elkaar in wedstrijden optreffen met respect om te gaan met alle vrijwilligers die bedrijven van sport wekelijks mogelijk maken. Hierbij gaat het om scheidsrechters, officials, juryleden en dan alle direct betrokkenen bij onze sport. Wij vertrouwen erop dat dit geestelijk incident de dergelijke onvoorstelbare gevolgen door ons allen met afgrijzen wordt verworpen. We willen dit gedrag op en langs de sportvelden en de zwembaden niet langer tolereren en zullen niet aanvallen krachtig op te treden daar waar nodig is in de hoop en verwachting dat wij alles moeten realiseren dat het vrijwilligers onze grens voor dragen en mogelijk maken. Mede daarvoor ontstaat het veilige sportklimaat dat wij met verve propageren en hiermee nog eens extra onder de aandacht van onze verenigingen, spelers en speelsters, trainers en coaches, als wij de ouders en supporters willen toebrengen. De verklaring is getekend door het bondbestuur en directie van de KNVB, Jan en Korsen, directeur, en het bestuur van de vereniging Waterpolo. Ik verzoek hem op te staan en even een stilte in acht te nemen ter herdenking van Richard Nieuwenhuis. Ja, dat is goed.
kijken, jongens. Jongens, probeer voor nou wat netter die halve cirkel neer te leggen en een goede mid voor neer te leggen. Dat duurt allemaal te lang. Hey, gewoon in de goede posities gaan liggen. Dan liggen weer een zwikkie daar, dan weer daar. Goed neerleggen. Bart, een goede break, prima. Je wilt wat meer, hè? Breaks erin. Hè? Kom op snelheid moet het zeker lukken. Verdedigd gaat het redelijk. Het beste blijft erin en de rest mag even uitrusten.
wachten, jongens. Even wachten,
Hey jongens, als ik schoot op doel, en waarom gaan ze allemaal mis? Op je rug liggen. Hou op je rug. Probeer dan even nog dat laatste stukje die benen om in te trekken. Dat je recht staat en dan afmaken. En anders moet je me niet schieten. Ja, dan moet ik zeggen, maar jongens, inzwemmen. Plus nog steeds, dan we liggen ongeveer op de middenlijn weer te wachten. Ja, hij heeft tenminste voor een vrije bal. En dan duurt het 10 seconden dat iemand in gaat zwemmen. Je moet druk naar voren geven. Je moet voorliggen. Aansluiten en dan met vooraan plaatsen vrije bal en dan inzwemmen. Maar nu duurt dat fout zo lang. Ligt hij met vooraan met een vrije bal? Ja, wat moet hij nou? Er moet meer tempo in. Tillen blijft leeg en de rest heb ik weer.
Hé jongens, kom even. Het ziet er echt op zich gaat het wel. Hey, gaat het wel aardig, maar het ziet er wel heus slordig uit. Ballen die gewoon maar weer. Hey, ballen die gewoon maar weer naar iemand toegeplaatst worden. Ja, dan ligt iemand op je nek, nou gooit die bal maar weg. Wees nou van overtuigd dat je bij je medespeler komt. En alsjeblieft, ja? Is oogcontact. Je trekt drie ballen achter, ja. Terwijl het onder gaat. Goed, dat zeg ik niet net, prima. Ja. Hey, kom op. Er heeft opgelet dat de laatste minuut in de vierde periode wordt aangegeven met de elektronische zoomer. Jurytafel, dank u wel. Thank you.
Heerlijk, gefeliciteerd. En we maken ons op voor de volgende wedstrijd.